from the London 2012 Paralympics, this is Quartering Media's Daily Update. En gelijk maar eventjes met de deur in huis vallen, onze Belgische vrienden. Zij speelden tegen Portugal, een angstgegner om het zo maar eens te zeggen. Maar hij deed het erg goed. Wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 3-2. Nadat het derde end 2-2 werd gemaakt door Portugal. Kirsten De Laander met een schitterend shot. Dicht bij de jack. En zo winnen de Belgen dan met 3-2. Op de voorgrond Spanje tegen Taiwan. En dat is de winst voor Taiwan. En dan gaan we heel snel met flitsende beelden verder van het powerliften. Het powerliften met de Française die een poging zou doen van eerst 150 kilogram, later nog een keer 148 kilogram. Beide zouden goed zijn voor een wereldrecord. Beide pogingen mislukten, maar ze won wel het overal klassement. Dus goud voor de Fransozen. Een erg sterk onderdeel moet ik zeggen. Ik had het nog nooit gezien en mijn collega's Mark en Robert ook niet. Dat powerliften, daar moet je echt gigantisch veel kracht kunnen overbrengen vanuit een liggende positie. Je ziet dat er heel goed ondersteund wordt. Anders dan zouden natuurlijk de grootste ongelukken gebeuren, maar in dit geval is er altijd een hele goede ondersteuning. 148 kilogram dus mislukt. Maar toch de overal winst voor deze Française. Dan gaan we ons verplaatsen naar de zitvolleybal arena. Waar Brazilië tegen Iran speelde. En Iran is eigenlijk een tegenstander waarvan je zegt van ja, wat moet je daar nou mee? Daar kun je eigenlijk heel weinig mee, want je weet er niks van. Nou, dat was zeker van toepassing voor de Brazilianen. Want die keken heel raar op hun neus dat ze de eerste set verloren. De tweede set ook verloren. En de derde set eigenlijk kansloos waren. 3-0 is de overwinning voor de mannen van de Islamic Republic Iran. En tot zover weer dag 6 van ons verhaaltje over de Paralympics in Londen. Wij wensen u veel plezier met het kijken en graag tot morgen.